Seksueel consent is eigenlijk een begrip ja, dat ik nog niet van gehoord heb. Ik ken het niet. Allebei moeten ja zeggen en als eentje nee zegt, dan klaar. Dat betekent eigenlijk zoveel als dat beide partners akkoord gaan met wat er staat te gebeuren. Dat moet dus vrij zijn van dwang of van druk. Quand on est jeune, j'avais peut-être 12, 13 ans, on ne se rend même pas compte de ce que c'est. Et c'est après qu'on se dit, c'est vrai qu'il a mis sa main là ou là. Voor de rest is het ook belangrijk dat er een machtsevenwicht is tussen verschillende partijen. Anders kunnen we ook moeilijk spreken over instemming. Moi, je pense que c'est important d'avoir une vraie communication pour qu'il y ait un vrai oui de chaque côté et que ce soit pas un non qui veut dire oui ou qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Seksuele instemming is heel belangrijk omdat als dat er niet is, wordt er over grenzen van mensen gegaan. En dat is iets wat je leven lang eigenlijk meedraagt. Vragen naar instemming is ook natuurlijk een teken van respect. Si l'un a envie et que l'autre n'a pas envie, eh bien, il faut qu'il comprenne que ça peut pas arriver toujours au même moment. Maar dat is la vie. Zowel in relaties man-man, man-vrouw of vrouw-vrouw, wederzijds respect is eigenlijk de bouwsteen om een goede, duurzame relatie te kunnen opbouwen. En laat ons ook niet vergeten dat we hier gewoon over strafbare feiten spreken. Hè? Als er geen instemming is, spreken we over seksueel geweld. En is dat strafbaar? Ja, het is een avondje. Iedereen gaat met elkaar dansen en zo. En dan soms is het, denkt men van, oh, het gaat leuk worden. En soms gaat men te ver. Ik ben zelf niet iemand die iemand gaat lastigvallen, maar ik ben dan eerder iemand die er zal tussenkomen en zeggen van laat dat meisje eens gerust. Parce qu'on dit que les hommes sont parfois trop puissants, mais parfois des femmes aussi qui sont un peu qui imposeraient plus leur idée. Non, moi je crois qu'on doit être à l'écoute. Et tant que les deux sont d'accord, pour moi tout est permis. Mais les deux doivent être d'accord. Let vooral op oogcontact, hè. Dat gaat u heel veel vertellen. Let ook op lichaamshouding, maar eigenlijk om alle misverstanden te gaan vermijden. Vraag het gewoon. Praat erover. Wat vind jij leuk? Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet leuk? Want bijvoorbeeld, niet tegenstribbelen betekent niet dat er een ja is. Niks zeggen, zwijgen, betekent ook niet dat er een ja is. Enkel ja is ondubbelzinnig ja.